ik heb gezien in die tentoonstelling dat dat deel wat gaat over de 45-49 oorlog, dat men daar probeert steeds heel veel verschillende perspectieven te laten zien. En dat vind ik een grote stap voorwaarts. Omdat men, ja, in de tijd die ik kende, toen ik begon met me hiervoor te interesseren, was de focus heel erg gericht op de geschiedenis van die strijd, is de geschiedenis van de onderhandelingen. Weet je, als je wil weten over hoe die oorlog gegaan is, nou, dan hebben we eerst een vredesverdrag. En dan wordt er wat, en dan zegt die dat, en dan is Amerika tegen ons, en dan krijgen we de tweede actie. Maar met je voeten in de modder, in de sawa. En dat was gewoon helemaal niet in beeld. Dus de herinnering en de memoires en de ego-documenten van de individuele Indië-veteranen, dat was een heel tijd lang, was dat in een soort van apart circuit, was dat niet opgenomen in de geschiedenis van dat conflict. En tot mijn vreugde zag ik in dat deel van die tentoonstelling dat die stukjes, die inkijkjes er nu wel in zitten. En natuurlijk is dat maar een klein stukje, omdat die tentoonstelling niet gaat over 45-50. Die tentoonstelling gaat over al die 300 jaar en van de Indische gemeenschap. En daar speelt dat stukje wel een deel in. Dus ik vind dat die diversiteit aan ervaringen nu in die tentoonstelling wel redelijk tot zijn recht komt. Maar ik kan me voorstellen dat direct betrokkenen nog meer willen weten. Maar die moeten dan ergens anders gaan shoppen bij het legermuseum of bij het toekomstige legermuseum. Maar in vergelijking tot een hele tijd terug vind ik dat dat tot zijn recht komt. En wat ik helemaal goed vind, is dat dat stukje van Rawalpindi erbij gekomen is. Dat men dat aangedurfd heeft. Van nou ja, dit hoort er ook bij. Wat ik fascinerend vind aan die hele ontwikkeling van die Kees Rawalpindi, is dat ik het vanaf het begin af aan heb gevolgd. Ik was toen bezig met een scriptie over dit onderwerp. En een docent, een universitair docent in Utrecht, Elsbeth Loggers-Scholte, die vertelde dat ze een pamflet had, maar ze wist niet of het ze mij het mocht geven. Want het kwam van Van der Dunk, professor Van der Dunk. En toen heeft ze met zijn toestemming, mocht ik daar een kopie van hebben. En dat is dat anonieme pamflet wat verspreid is in Wawel. Waarin een van de militairen aan de Nederlandse kant zijn hart uitstort over die herinnering aan die massamoord. Die hem blijft volgen en dat hij daar niet van kan slapen. En dat was toen een kennis die ondergronds was, die gevaarlijk was, die niet onderdeel was van, die niet in het publieke domein plaats had, die niet geaccepteerd werd als echt. Dus deze man die komt met een geheim. En het is heel interessant om te zien hoe door de interactie met het bezoek van de koningin in 1995, dus een actuele gebeurtenis, was de trigger in Indonesië om zich daarmee bezig te houden. Want er kwamen televisieploegen, die gingen daar filmen, er kwamen documentaire. En zo werd in die gemeenschap gedacht van, hé, daar kunnen we iets mee, dat is iets. Toen is er een stichting opgericht en op een gegeven moment kwam het comité ereschulden. Uiteindelijk is die bal gaan rollen en heeft men geprobeerd een dialoog met de Nederlandse regering aan te gaan. Dat werd aan alle kanten genegeerd. Ze zijn echt, ik heb dat in die tijd gevolgd, ze zijn van het kastje naar de muur gestuurd, van ga maar naar buitenlandse zaken, ga maar naar defensie. Dat moet echt heel erg frustrerend zijn geweest voor die mensen. Waardoor hen geen andere middel overbleef dan op een gegeven moment via de juridische weg. Dus in feite is die formalistische houding van een staat kweekt zijn eigen rechtszaak. Dat heb je bij die moeders van Srebrenica, dan zie je precies hetzelfde. Oké, die willen we niet meer. Nou, dan gaan we het via de rechter proberen. En dat is gelukt. En nu zie je dus dat die, doordat die kennis gemeengoed is,
En er is de Tweede Kamer gesteld, het is het journaal geweest, allerlei media hebben zich over uitgelaten. De Nederlandse staat wordt aangeklaagd, gezaghebbend figuur als Lisbeth Zegveld spreekt zich daarover uit. In die tussentijd komt er een Indisch herinneringscentrum in Brombeek. En die hebben natuurlijk zoiets van, ja, we staan voor gek als we niks over Rawagadé. Want iedereen weet dat Rawagadé een punt is in deze hele geschiedenis. Dus het moet in die tentoonstelling. En zo zie je hoe die informatie een bepaalde status krijgt. Maar die status is niet gebaseerd op de intrinsieke pijn en het verlies van die mensen of de trauma's van de betrokken militairen. Nee, die is getriggerd door actuele zaken. Als er niemand is die de staat aanklaagt, dan wordt daar niet over bericht in de actualiteitenrubriek. Dus er is iets op het spel en dan wordt het weer relevant. En dat zijn vaak de determinanten van historisch onrecht. Hoe krijg je het voor elkaar om het op welk niveau in beeld te brengen, waardoor het een punt wordt, waardoor het opgelost moet worden? En dat is eigenlijk politiek. Dat is een heel politiek spel. Maar het is triest om te bedenken dat dat onrecht zelf, lukt dat niet. Ik denk dat op het moment dat die kennis geïncorporeerd wordt in een uiting van cultureel erfgoed, het binnen de veteranengemeenschap niet meer ontkend kan worden. Dus in die zin ben je een stapje verder. Het is gekanoniseerd. En dat is in feite ook die stukjes dagboek die in die tentoonstelling zitten, dat mozaïek van indrukken. De dynamiek in die 4 jaar, hè, dat de eerste stemming zo is en dan de stemming zus is, dat verandert. Dat is een erkenning van de diversiteit aan ervaringen. Dat is ook gekanoniseerd doordat het in een officieel wetenschappelijk geaccrediteerde instituut een plek krijgt. Dus in die zin denk ik dat het museum een agent is. Wat wel heel interessant is, gaat het museum zijn opstelling veranderen als er nieuwe informatie komt? Of doet ze dat pas als er in de Tweede Kamer kamervragen worden gesteld en de ministers zich over uitspreken? En dat is denk ik afhankelijk van het beleid van degene die over de tentoonstelling gaat. Dat is ook wat je steeds bij die voorbeelden noemt. Hè? Waar zit dat kantelpunt? Ja. Ook over dat multiculturele ideaal.